Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 kunnen we goed zien dat een groot deel van Nederland te maken heeft met wolkenvelden. Een dikkere band met bewolking heeft ons land inmiddels gepasseerd met wat intensievere regen, maar nog steeds is het wel regenachtig op een heleboel plaatsen wat regen of motregen die er valt. In de loop van de dag zien we dat het in het westen geleidelijk aan wel droger wordt en daar breekt nog even de zon door, maar in de oostelijke helft houdt bewolking de overhand en valt nog steeds wat regen. Tot ongeveer 19 graden. Vanavond breiden de droge en weer- en opklaringen zich vanuit het westen verder uit. Overwege de avond is het gaat op 17. Komende nacht valt misschien in het noordwesten een bui, maar op veel plaatsen is het droog. Dat geldt ook morgen overdag. Met name in de noordelijke helft van het land is het droog. In de zuidelijke helft kan verspreid wel weer een enkele bui tot ontwikkeling komen. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat niet al te veel wind. Op maandag wordt het 22 tot 24 graden. Met hooguit een enkele bui in het noorden. Verder droog weer en vrij zonnig. Dinsdag eerst nog wat zon. Later op de dag buien met kans op onweer. Het wordt nog wel 22 tot 26 graden. Op woensdag een enkele bui en dan een graad of 22. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.